Yo Nintendo fans, welkom bij de tweede aflevering van Hyrule Warriors. In deze game leren we het verhaal kennen van 100 jaar voor Breath of the Wild. En in de vorige aflevering zijn we begonnen, nu gaan we door en krijgen we informatie over Link, dat is de zwijgzame ridder. Deze jongen is de afstammeling van een geslacht van soldaten van de koninklijke lijfwacht. Hij zet zijn enorme uithoudingsvermogen en zijn goed ontwikkelde vechttechnieken in om de koninklijke familie van Hyrule te dienen. Hij is toegewijd en mist nooit een training. En we hadden ook Impa ontmoet, de koninklijke adviseur en de loyale vriendin van Prinses Zelda. En Impa is een Sheikah die als adviseur in dienst staat van kasteel Hyrule. Ze is misschien wat aan de jonge kant, maar richt zich vol overgave op haar administratieve taken en is een vertrouweling van Zelda. Ze is vastberaden en werkt hard, maar soms lijkt ze ietsjes afwezig. Ja, en dat heeft ze vastgehouden, ook 100 jaar hierna in Breath of the Wild, toen ze heel oud was en klein. We hebben een nieuw doel zo te zien. Oh, we hebben een hele hoop nieuwe doelen zo te zien. En we kunnen dus nu naar het laboratorium. Dat is een niveau 3 missie. En dat doen we met Link en Impa. Dus laten we dat gaan doen. We kunnen hier nieuwe wapens selecteren. Dus dat doen we ook natuurlijk. We kunnen kleding kiezen. We kunnen de Hyliaanse helm bijvoorbeeld even opzetten. En ook Impa heeft een nieuw wapentje te pakken. En daar gaan we. De tweede missie. Oeh, en Zelda is nieuwsgierig naar het kleine wachtertje. En heeft besloten om mee te gaan met Impa naar Pura's lab in Hateno. En natuurlijk gaat Link ook gewoon mee als lijfwacht. Daar gaan we. Oh, en er zijn nog 2 extra lijfwachten meegegaan blijkbaar met ons. Dat muziekje is zo droog. Het is echt net een droid uit Star Wars. Wat geweldig. Ja, Impa die mag hem niet aanraken. Nee. Oké. Okay. Mag Zelda hem wel aanraken? Zo te zien wel. Zelda zegt, waarom is ze zo aanhankelijk? Maar vooral naar mij toe. Ja, wat voor iets ben jij eigenlijk? Superleuk dit. Het is echt geweldig. Ik ben zo blij dat er veel van dit soort filmpjes in deze game zitten, echt. Robbie en de andere laboranten moeten maar even een analyse maken. Oh, snap. Link ziet wat gebeuren. Ja. Ja. Oh nee. Daar is een Guardian. Oh, en die heeft het gemunt op het voorhoofd van Zelda. Lekker bezig, Link. Holy moly, dat doe je goed. Nice. En Zelda vraagt zich af, een wachter? Maar waarom is hier een wachter? Wat is er gebeurd met die wachter? En we rennen met z'n allen lekker weg. En wat gebeurt er nu? Oké, nou, met deze kunnen we aan. Dit is geen probleem. Deze monsters, die pakken we gewoon. Let's go. Oh, ga jij ook wat doen? Gaat hij meevechten, dat kleine wachtertje? Go, 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 go. We moeten naar het laboratorium. Ik vind het zo tof om op dat schild te sliden gewoon. Oké, ontwijken die handel. Nice. Lekker. Hoppakee. Geen probleem. We hebben hem bijna down. Yes, sterke aanval. Bam. Zo doen we dat. En door. Let's go, Zelda. En Zelda zegt, weer een reactie van de Sheikah-steen. Oeh, hier kunnen we Magnesis gebruiken. Kijk, dan kunnen we deze gewoon op. Oké, bovenop een bakken ze allemaal gooien. Lekker, man. Oké, Impa is ook hard aan het battelen. Zelda staat een beetje te chillen daar zo. Zelda doet nog niet veel. Die heeft nog niet heel veel zin, volgens mij. Maar Zelda kan wel vechten. Zelda kan hartstikke goed vechten. Maar we moeten Zelda nu nog even beschermen. Even daarop richten. Dat laten ontploffen. Kijk. Dat is lekker, man. We moeten ons focussen op die barrels. Dat gaat echt supergoed. We kunnen hier stasis doen, dat we hem vastzetten. Ah, we hebben de ijswizard net gemist. Dat is jammer. Ik had de ijswizard vast moeten zetten. Dan eerst maar even afrekenen met de rest. Waar is die? Daar is die. Oké, zet hem vast. Zo. Nee, ik mis weer. Potverdorie. Kom op, Linky. Hey. Dan maar even met een speciale aanval. Lekker. Oké, en door naar het volgende stuk. Impa, die is hier al. Dat is een kwestie van zoveel mogelijk enemies slopen. En dat gaat wel lekker op zich. Ontwijken. Nice. Sprintaanval. Hoppakee. Kijk, en een zwakke plek aanval eroverheen. Lekkere combo is dit, jongen. Als je op het goede moment ontwijkt, dan kan je hem gelijk keihard pakken. Dus dat is super chill. En wat gebeurt er hier op deze plek? Wow, 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 een Guardian. De wachter volgt ons. Snel, ren weg, prinses, zegt Impa. Moeten we hier niet gewoon dit ding kapot maken, jongens? Gaan we hem aanvallen? Ja, we moeten hem aanvallen. We moeten hem aanvallen. We kunnen dit ook. Vecht niet tegen de wachter, hij is er sterk en het zal slecht aflopen als we hem aanvallen. Oh, oké. Wegwezen dan. Dan gaan we wegrennen. Als Zelda het zegt, dan doen we dat.
Dan gaan we gewoon wegrennen. We moeten door, jongens. We moeten door. We moeten ontsnappen aan dat ding. Go, 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 go. Hier naartoe. Waar is Zelda? Kom dan. Zelda, rennen. Wegwezen daar dan bij die wachter. Kom, 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 kom. Kom, Link, niet vechten, jongen. Je moet wegwezen. Oké, wat gebeurt er? Gaat de kleine man ons helpen? Gaat de kleine baas iets doen? Kan de kleine baas gewoon ook wachters overnemen? Oh, snap! Ja, heel nice. Hij liet die wachter gewoon even aanvallen, joh. Sick. Oké, maar nu moeten wij wel weer weg. Activeer de uitgegraven wachters. Dat is wat we nu moeten doen. Oké. Dan moeten we eerst even deze kant op, denk ik. Go, 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 go. Hey, zit niet even al die anderen op te roepen? Potverdikkie, ik had even mijn... Auw! Auw! Gasten! Ik had even mijn ice move moeten doen. Hier, als straf krijgen jullie allemaal bommen op je bakkes. Ik laat Link denk ik even naar deze Moblin gaan. En dan ga ik met Impa naar het andere doel toe. En Zelda die zegt, ik wil ook helpen. Ik kan niet passief blijven toekijken. Als ik de Sheikah steen slim gebruik, dan kan ik meevechten, zegt Zelda. Ja, doe je ding, Zelda. Zelda is nu ook een speelbaar personage. Nice. Maar Impa die zegt, Link, blijf bij de prinses. Ja, dat had misschien wel iets beter geweest, ja, als we dat hadden gedaan. Lekker Impa. Hoppakee, zet hem vast en pak hem aan. Ah, tussenflatsie. Kijk te gaan, jongen. Ze kan allemaal een soort van schaduwen met haar mee laten vechten. Dat is echt insane. Oké, we zijn op weg naar de uitgegraven wachters. Hier is er nog één. Kijk, nice. Oké, deze gaan we even activeren. Top. Kijk, 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 kijk. Hij schiet die andere wachter ook kapot. Lekker, man. Dat is heel tof. Oké, Link is even aan het battelen met deze Moblin. Misschien heeft Link nog wel een speciale aanval. Ja hoor, kijk, dan is het in één keer klaar met die Moblin. Oh, niet. Hij overleeft het gewoon. Die gekke Moblin overleeft het gewoon. Holy crap. Oké. Hij is al bijna kapot. Nog één klapje, denk ik. Hoppakee. Oké, nu kunnen we hier ook die wachter eventjes activeren. Het is wel handig dat je gewoon je medespelers gewoon even naar een andere target kan laten gaan. Dat is super chill. Let's go. Activeren die handel. Schiet hem maar. Alle voorbereidingen van de aanval zijn klaar. Alleen komt onze aanval nu niet genoeg. We hebben één optie. We moeten die vijand heel voorzichtig dichterbij laten komen. Oké, de wachter die is aan die kant ergens. We moeten daar naartoe. Dan moeten we hem hier naartoe laten komen. Hij staat hier links ergens of zo. Ja, daar is hij. Daar is hij. Kom. Kom maar, kom maar, kom maar, wachtertje. Oh, rennen, Impa. Rennen, 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 rennen. Kom maar, wachtertje. Kom maar hier naar binnen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kijk uit, soldaatjes. Pas op. Er gaat iemand anders op hem schieten. We gaan weg, soldaatjes. Kijk, boom. Nice. Oké, soldaten, wegwezen. We moeten hem nu gewoon verslaan. Oh, we moeten hem nu gewoon aanvallen. Oké, cool. Cool, 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 cool. We moeten Zelda en Link ook even hier naartoe sturen, want Impa die moeten natuurlijk niet alleen fixen. Let's go, Impa. Ik weet dat je het goed kan. Ik weet dat jij het goed kan. Maar om dit nou helemaal in je eentje te doen? Dat is ook weer zo'n ding, hè? Lekker bezig, Impa. Oké. Pas op, pas op, pas op, pas op. Straks moet je even dashen. Oeh, ik ben weer geraakt. Kan ik hem niet gewoon stasissen? Kijk, ik kan hem gewoon stilzetten. Heel nice. We zetten hem gewoon stil. Dan kunnen we gewoon keihard aanvallen. Alleen raken we hem niet echt als we hem aanvallen. Oh, toch wel. Het duurt alleen een tijdje. Je ziet het pas op het moment dat hij uit zijn stasis komt. Link is er ondertussen ook. Ja, we gaan hem nakken, jongens. We gaan hem nakken. We gaan hem kapot maken. Hier wat bommetjes of wat wind op je. Ja hoor, daar is die. Dat was hem. De wachter die ons aanvalt. Onze eerste wachter die we gewoon verslaan met z'n allen. Lekker Link, lekker Impa, lekker Zelda. GG's. Heel nice. Ja, en de kleine man die heeft natuurlijk ook geholpen. Wat een baas. Want die heeft ervoor gezorgd dat die andere wachters weer ontwaken. Heel vet. Goed gedaan, Link. Ja, jij zegt nooit zoveel, hè? Oké, waar zijn we nu met Zelda? Zijn we nu bij Pura? Het lijkt erop alsof we in een ander kasteel zijn. Oh, wat? Wat? Wat was dit? Is dat een andere kleine? Of is dat onze kleine robot? We worden bespioneerd. Nou, ik denk toch niet dat dat onze was. Want die van ons, die hebben we gewoon meegenomen. En ze zeggen, dit soort geavanceerde technologie heb ik nog nooit gezien. We've got ourselves a brand new, never before witness. Guardian! Wat een gast, joh. Robbie, een geniale excentriekeling. Ja, hij is super blij met deze robot. Ik zei toch,
Star Wars dingen, jongen. Het is gewoon een droid. Kijk hem nou lopen. Hij maakt er een hele show van, jongen. That explains why all of us were able to use the Sheikah slate. In addition, this here doohickey is loaded with data. Er staan allemaal onvoorstelbare gegevens op dit mechaniekje, zegt Robbie. Wie is dit? Oh, dit is Pura. Klikkie! Nu, hier hield ze al van selfies, jongens. Pura! Excentriek is genie ook. Hallo, Pura. Ze heeft wat visuele gegevens uit het wachtergeheugen gehaald. Ze overhandigt de Sheikah Slate aan Zelda. En Zelda die zegt, is dat? Dat is kasteel Hyrule na de wederopstanding van Ganon. Oh, dit is een beeld uit de toekomst. Oh. Zelda ziet hier al wat er met Hyrule gaat gebeuren. Oh. Ze heeft een visioen nu van het... van het lot van Hyrule. Oh man. Oh, intens. Oh man, Impa die zegt, ja, het is niet genoeg wat we allemaal aan het doen zijn. Als ik er niet in slaag het onheil te verzegelen, zegt Zelda. Ja. Dan hebben we een probleem. Maar ze laat het niet gebeuren. Vet hoor, vet. Zelda heeft gezien wat er gaat gebeuren, maar ze laat het niet toe. Om Ganon het onheil te verslaan, heeft de groep enkele dingen nodig. Het zwaard, dat het onheil verdrijft, dus het Master Sword. De kracht der verzegeling die in de prinses van Hyrule schuilt. En de macht van de titanen uit de verschillende regio's. Oeh, gaan we nu naar de titanen? Gaan we nu naar Mipha en zo? Maar het pad naar de overwinning is vol obstakels. Het Korokwoud, de rustplek van het legendarische zwaard, wordt geteisterd door monsters. En niets wijst er nog op dat de kracht van de prinses van Hyrule snel zal ontwaken. De bezorgde koning Rohan heeft Zelda op pad gestuurd om bestuurders te zoeken voor de vier titanen. Samen met Link, die omwille van zijn moed door haar lijfwacht is benoemd, zoekt Zelda de vier kandidaten op. Ja hoor, we gaan naar Daruk, naar Mipha, Revali en Urbosa. Wat ontzettend cool. We zien hier Link en, hoe heet ze ook alweer? Nou, die zien we knielen. Ik gooi altijd Pura en die andere Impa door de war. Maar dit is Impa natuurlijk. After talking to Pura and Robbie, we thought it would be best. I will remind you once again. Oh, de koning die is natuurlijk super bezorgd. Above all else, er is niets belangrijker dan dat je je plicht verveelt. Duidelijk. Are we clear? Oeh. Yes, we are clear. Ik vind het zo vet, hè, al deze filmpjes. And I will honor my duty. Dit maakt het verhaal van voor Breath of the Wild zoveel duidelijker. Eigenlijk alle story die je mist in Breath of the Wild zit gewoon allemaal in Hyrule Warriors. Wat cool. En er glimt wat op in de hand van Zelda. Wat was dat? Ze heeft een medaillon. Het was niet de Sheikah Slate. Ja, koning Rohan die wil eigenlijk niet dat Zelda dit doet. Maar toch gaat Zelda op zoek. Samen met de rest. Dit is Zelda. En deze prinses van het koninkrijk Hyrule stamt af van een godin. Ze onderzoekt de overblijfselen van geavanceerde machines die in Hyrule te vinden zijn. Sinds de dood van haar moeder ondergaat ze elke dag zware spirituele training in de hoop haar kracht te doen ontwaken. Zelda is op zoek naar haar kracht. En je ziet het, we kunnen nu dus rechtsbovenin naar Daruk, linksonderin naar Urbosa, aan de rechterkant kunnen we naar Mipha en linksbovenin kunnen we naar Revali. Dus wie zullen we uitkiezen in de volgende aflevering, jongens? Laat het weten in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je elke dag Nintendo video's wil zien. En dan zie ik je bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Mazzel!